Hartelijk welkom. Dit is het RTVA-nieuws van maandag 7 maart. De komende dagen staat het RTVA-nieuws in het teken van de Amstelveense woonagenda. Woensdagavond wordt deze behandeld in de gemeenteraad. Amstelveen is namelijk een aantrekkelijke stad en veel mensen komen graag in onze gemeente wonen. Zo ook jongeren. Ik woon hier nu 5 maanden. Ik kom oorspronkelijk uit Amsterdam. Daar ben ik opgegroeid en geboren. Maar in Amsterdam is eigenlijk geen betaalbare huurwoning te vinden. Dus hier in Amstelveen kon ik wel een sociale huurwoning vinden. Want ik heb nog niet echt een inkomen dat ik in de vrije sector iets kan vinden. Dus vandaar eigenlijk. Het was dus eigenlijk nood? Ja. En ik kon via Woningnet hier in Amstelveen aan een studio komen. Dus dat was eigenlijk heel fijn, ja. Stevens beweegredenen zijn dus prijs en aanbod. Wethouder Herbert Raad vertelt meer over deze trend. De afgelopen jaren hebben we heel veel woningen erbij gekregen in Amstelveen. In Westwijk onder andere. En wat we ook zien is dat bepaalde wijken in Amstelveen, die bestaan nu een aantal jaren. Ja, en er komen weer nieuwe gezinnen in. En die hebben natuurlijk ook weer jonge kinderen. Dus zo komt dat. Maar is dit een tussenstation of een permanente oplossing? Nou, in principe is dit een tussenstation. Mijn doel is wel weer, waarschijnlijk ga ik of terug naar Amsterdam of ik ga naar het buitenland. Maar voor nu is dit een ideale plek. En dan hebben ze het over Amstelveen als grijze gemeente, dat het imago is. Wat vind jij daarvan? Nou ja, als ik hier zo om me heen kijk in deze buurt, klopt dat wel. Maar ik denk dat je wel ziet dat er steeds meer jonge mensen hier komen te wonen. Maar echt precies kan ik het nog niet zeggen, omdat ik nog niet zo heel lang hier woon. En daarnaast, ja, wat ik zei, mijn meeste contacten zijn nog steeds in Amsterdam. Het grijze imago wat Amstelveen met zich meedraagt, wordt steeds minder. Volgens Raad werd de gemeente vroeger als slaapstad onder de rook van Amsterdam gezien. Dat was vroeger zo, dat is natuurlijk allemaal een stuk minder geworden. Hè? Kijk hier naar het oude dorp in Amstelveen, er gebeurt echt fantastische dingen. Ja, ook heel veel jongeren, maar hier wonen natuurlijk ook oudere mensen. Dus wat dat betreft is dat imago klopt niet helemaal, vind ik. Nee. En het was stil de eerste maandag van de maand. Om 12 uur verwacht iedereen dan de luchtalarmsirene, maar in Amstelveen ging deze vandaag niet af. Een woordvoerder van de brandweer verklaarde tegenover RTVA dat het aanzetten van de sirene nog steeds handwerk is. Normaal gesproken krijgen de centralisten van de brandweer hiervoor een melding. Dat is vanochtend echter niet gebeurd. Wel kon de brandweer ons verzekeren dat volgende maand de sirenes weer gewoon zullen loeien. In het Amsterdamse Bos werd in de nacht van vrijdag op zaterdag een grote hoeveelheid illegaal vuurwerk aangetroffen. Eerder die nacht, rond 20 over 1, kwamen er vanuit Amstelveen diverse meldingen binnen van vuurwerkknallen. Of dit er iets mee te maken heeft, is onbekend. Een deel van het aangetroffen vuurwerk was nu niet afgegaan. De politie heeft daarom de explosieve opruimingsdienst laten komen. Deze besloten het vuurwerk meteen onschadelijk te maken door het ter plekke te laten ontploffen. En dat ging zo. Nu. De knal lijkt misschien niet zo hard in het filmpje, maar dat komt doordat het vuurwerk eerst wordt ingegraven voordat het tot ontploffing wordt gebracht. Maar ik kan u vertellen, het was zeker geen rotje. Rijkswaterstaat houdt in de maanden maart en april informatiebijeenkomsten om de plannen over de verbreding van de A9 te laten zien en toe te lichten. Amstelveeners kunnen dan deskundigen ontmoeten van onder meer Rijkswaterstaat. De informatiebijeenkomsten vinden plaats in de bovenfoyer van de Schouwburg in Amstelveen. Belangstellenden zijn welkom op 22 en 24 maart en 4 en 11 april tussen 7 en 9:30. Op termijn kunnen er geen woningen meer worden gebouwd in Amstelveen. Vindt de Amstelvener dat prima of moeten er eens worden gekeken naar de bebouwing, bijvoorbeeld in de polder? Het wordt vrij vol in Amstelveen. Ja. Vindt u dat er gebouwd moet worden in de polder? Ja, dat is moeilijk. Hè? Je wil ook een stukje groen houden. Ik denk als je alles vol gaat bouwen dat het te massaal wordt. Dus ik vind eigenlijk wel dat je de polder die nu nog polder is, gewoon polder moet laten blijven. Er staat al bijna 9 jaar lang staat het KPNG-gebouw leeg. Bij de Oude Kerkelaan. Dat staat echt leeg. Waarom maken ze daar geen kamers van en keukentjes erin en alles? Laat de jongeren daar wonen. Ik vind het belachelijk. Weet je hoeveel kantoorpanden staan er niet leeg? Ja, maar dat is voor de rijke mensen. Nee, maar weet je, dat KPNG-gebouw. Ze hebben een nieuw gebouw neergezet. Ja. Die kennen ze ook niet aan. Nee. Nou hebben ze dat oude gebouw daar al.
En dat staat al jaren leeg. Ja, maar daar gaan ze nu verandering in brengen. Dus het wordt voor rijk gesitueerd. Ik ben blij dat we Herbert het raad hebben. En die zet ze schouders er wel onder. Nee, het moet niet te groot worden. Het moet Amstelveen blijven. Laat ze dan Amsterdam maar een beetje uitbreiden. En heeft u nog een andere optie waar we wel kunnen bouwen? Ja, Nederland is hartstikke vol. Dus ja, hier in de omgeving is het te vol, lijkt mij. Nee, absoluut niet. De Bovenkerkpolder, wat die man in de Telegraaf en de Parool had gezegd. Nee, absoluut niet. Ja, het is natuurlijk, we hebben veel kantoren leegstaan. En misschien, daar is al sprake van, dat daar toch woningen van gemaakt kunnen worden. Er zijn genoeg starters die dus wachten op een woning. En misschien is daar een goede oplossing voor. Voor een klein rotfletje moeten die kinderen, moeten verdomme van 18 jaar, moeten ze 600-700 euro betalen. Dat is toch belachelijk? In 2 jaar tijd hebben ze die woning zelf betaald. Nee, ik vind het schandalig en dat meen ik echt. Heel erg. Oudere mensen ook, ze willen dat oudere mensen willen ze hebben dat ze naar goedkoop naar kleinere woningen gaan. Ik zat op een huur zat ik van 450 euro. 6 kamerwoning heb ik daar. En dan moet ik, nou wil ik naar een goedkopere woning. Nou krijg ik een 3-kamerflat. Ben er gelukkig mee hoor. 648 euro. Hiero. Heb je 1000 euro pensioen. En dan moet je godverdomme 648. Ja jongen. Het is allemaal zo krom als een hoepel. Aankomende nacht zijn er opklaringen, maar is er ook kans op een winterse bui. Het gaat licht vriezen bij een zwakke west- tot noordwestenwind. Dinsdag verloopt grotendeels bewolkt met vooral in de ochtend nog winterse buien. In de middag betreft het vooral regen. Het wordt 7 graden bij een matige zuidwestenwind. Dit was het RTVA Nieuws van maandag 7 maart. Voor meer nieuws verwijzen wij u graag naar onze website rtva.nl. Wij zijn er morgen weer en graag tot dan.